Ik wil nog wat aan jullie vertellen, want ik doe dus namelijk mee aan de Kerstswap 2020. En ik heb namelijk een cadeau naar Zentje Nutpee gestuurd. En ik heb een cadeau ontvangen van Tamara. Ja, dus ik zou zeggen, kijk ook vooral even op hun kanaal. En dan zie je ook wat hun hebben. En ook kijk even in de beschrijving naar alle andere YouTubers die mee hebben gedaan. Helemaal top. Dankjewel. Ja, een hele goede middag. Welkom bij deze leuke video van de Kerstswap 2020. Ik heb een pakketje binnen. En hij is heel leuk gedaan. Echt heel mooi. Heel mooi papier trouwens. En ik heb dus ook hier dus een heel mooi kaartje. En er staat wat op. Zal ik even voorlezen. Eerst het pakket openen. En de cadeautjes uitpakken. Daarna deze kaart lezen. Oeh, spannend. Nou, leg ik even hier neer. Ik hoop dat jullie dit kunnen zien. Kijk. Blijft die even nog lekker verrassing? Mijn mannetje is even lekker een theetje aan het zetten. Of wat dan ook. Even lekker drinken. Heerlijk. Lekker erbij. En ik ga al gewoon alvast uitpakken. Samen met jullie. Ja, nou kijk, ik heb hem los. Helemaal geen schaartje gebruikt, helemaal niks. Ik vind dat zo zonde als je dus een schaar ook gebruikt. En toen was hij daar weer los. Kijk, dat is handig. Hey. Ik vind het zo mooi gedaan. En ook gewoon echt, ja, kerstsfeer, hè? Ja, dat dacht ik al. Is hem hier ook weer vastgeturnd, zei hij. Maar als ik het zo goed zie, dan is dit van een dame afkomstig. Want hier heb ik ook weer een klein stukje. Ik vind het heel mooi, deze papier. Echt complimenten, nogmaals. Wauw. Zo, dan gaan we hem heel voorzichtig ontdoen van de plakband. Ik hou daar niet van om het als een. Het stond ook op de bovenkant breekbaar, hè? Ja, oké. Okay. Ik weet niet of ik hem kan draaien. Ik hoop het wel, want je hebt het ook gedraaid. Doe ik het heel voorzichtig. Zo. De cadeaupapieren die gaat niet eens kapot. Hoe dan? Zo gaaf. Ah joh, dit meen je niet. Oh wat leuk. Oh, dit is leuk. Hi meisje. Is het ook genummerd of niet? Oh, hij is echt leuk gedaan. Is dit nou een 8 of wat is dit? Kom eens even hier dan. Is dit nou een 8 of is dit... Of is dat is zo'n kerstdingetje. Oké. Okay. Ja, ik weet... Dit is een sterretje, oké. Okay. Dit is een ster. Komeet, zeg maar. Een komeet, wat leuk. Grappig. Een mutsje, oh wat leuk. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik zal het een beetje laten zien. Een hele mooie doos. Vol. Nou, die ga ik uitpakken. Weet je nog wel dat ik even lekker mee wil doen? Ga eens er vanaf. Kom even er vanaf. Ga je meedoen en uitpakken? Maar je weet hoe ik uitpakken. Heel voorzichtig en goed. En netjes. Nou, ik ga met deze beginnen. Hartstikke idee. Zo. Of gewoon lekker bijzitten mag ook. Mag je ook commentaar geven. Oh, nee, ik moet zo weg. Ja, dat weet ik. Nou, kijk. Oh.
Oh, wat leuk! Ik ben er, kid. Ho, ho, ho! Let it snow! Yay! Zo'n kettingding. Ja. Ik weet niet waar ik moet beginnen, joh. Moet je eerst het pakketje zelf maken aan de rief lezen? Ja, kijk, dat staat. Eerst het pakket openen en de cadeautjes uitpakken, daarna deze kaart lezen. Oké, eerst dan de cadeautjes. Ja, oké. Daarom heb ik hem ook achter mij. Zodat dat dus... Een theekop of zo, wat staat... Huh? Of diegene die keer gewoon goed tekenen, joh. Wauw. Zo'n mok met een hartje erop en van die warmtestreepjes. Laat het even zien, anders proberen. Eventjes, moet ik het even pakken? Dan kun jij kijken, hoor. Kijk. Dat sticky idee, kijk. Dat is hier. Kun je dat zien? Dat is dan. Jawel. Maar ik vind daar een zak al. Ik vind hem heel mooi gedaan. Echt waar. Wauw. En toen zat hij vast. Haha. Oh, kijk. Hoe leuk. Tralali. Oh, geweldig. Oh, leuk. Ha, die ga ik met jou spelen. Oh, wat leuk. Richtig, wat een spel. Nee, dat is juist leuk. Ik ga gewoon weer terugsturen. Terugsturen naar wie? Ik heb geen idee, maar dan krijg ik het weer terug. Grappig. Spelletjes. Spelletjes, nee, dat is leuk. Niet van die rotspellen. Ah, bel. Moet je raden wie je bent, staat er een ding op je hoofd. Wie ben ik? Moet je vragen vertellen. Dit is een... Volgens mij een maskertje. Ja! Dat kan ik ook heel goed gebruiken. Altijd. Oeh, die mag ik doen. Oké, dat is mooi, toch? Kortje voor je afstand. Oké. Deze is breekbaar. Oké. Ik heb het in de gaten. Dit is iets met kerst te maken. Hier stond dus een dingetje op. Heet de mokjes. Mokje? Ik weet niet waar. Kijk hier. Oeh, dat zeg ik. Die is breekbaar. Ja. Oké, en hier staat iets met een auto op. Oké, aha. Dus dat is wel leuk. Oké. Dat is iets met blokjes, van hartjes, een molletje. Krijg het een beetje in de gaten. Ja. Geen idee wat open, ja. Niet? Nee. Ik wel. Nou, dan pak jij met deze autootje. Ja, autootje. Tototje. Merry Christmas. Kijk, dit is makkelijker uitpakken. Dat is makkelijker uitpakken. Ben je trouwens al goed in beeld trouwens, of niet? Pas. Geen idee. Kom er nog een beetje bij. Ja, hartstikke idee. Voilà. Kom eens hier, meisje. Wat doet de baas nou, hè? Nee, je blijft daar, liefie. Oh, een boek. Bucketlist. Oké. Okay. Samen gedaan moeten hebben. Oh, leuk. Samen gedaan moeten hebben. Oké. Okay. 250 dingen die we samen gedaan moeten hebben. Oh, dat is leuk. Een bucketlist. Oh, dat is leuk. En dan dat dus allemaal gaan vloggen ook. Dat soort dingen. Oké. Okay. You are my bucketlist. Ja. Dit boek is van ja. Ongelooflijk, intens, knap en onschrijven koppel sinds. Ja, maar ik heb nog meerdere pakketjes en... Ja, dit is onze foto samen, dit is onze gekste foto samen. Ga eens even aan de kant, lieve schat. Twee paren over ons. Ja, nou... Bla. Fijn. Dus dat is dus een bucketlist. Dus 250 dingen, nou dan hebben we nog aardig wat te filmen. 250 dingen. 250 video's, ja. Oké, zo. Oh, ik krijg even al die cadeaupapiertjes even hier, ja. Ik kan het eventjes uit, even, naar het alleen deze. Zo. Oké, hebben we koffie? Nee, lief doen. Even kijken, hoe is... Nee. Zo. Dolce Gusto. Dat is een Dolce Gusto. Dat is, en dat is een koffiemerk. Oh, oké. Dat is een koffiemerk. Nee, jij drinkt geen koffie, maar ik ook niet. Dat zijn wel mooie mokken. Ik wil niet weten van koffie. Oh, die is leuk! Laat dat zien. Hoe heet ons kanaal? Geen idee. Hoe heet ons kanaal? Nou, dat weet je niet wel. Niet op die papieren. Fijn, niet op die papieren. Kijk dan, liefie.
Hé, hey, lijkt daar een beetje. Hij is heel... Wat kan jou drinken? Neem ik deze dan. Oh, wauw! Geweldig! Ja, van wie? Wauw! Oh, hij is echt geniaal. Echt waar. Oh, ik weet niet wie mijn swapmaatje is, maar dit is echt gewoon geniaal. Wauw! Die had ik niet zien aankomen. Jij ook niet, nee. Denk ik. Nee. Ik dacht, er zit wat koffie in of zo. En dit is allemaal... Oké, nou, dan kan die dus die kant op. Deze is al leeg. Hartstikke leeg. Als jij dan even alle cadeautjes tussen ons inlegt, kan ik dus openmaken. Ik weet niet, maar dit is inderdaad wat lastig inderdaad om open te maken. En dan ga ik niet helemaal overlang over priegelen. Dus als ik even een schaartje of een mesje mag hebben, dan heel graag. Dan komt deze zo meteen. Deze ook zo meteen. Want dat, oh, heb je hem al? Oh ja, kijk, ook handig. Kijk. Nou, dan ga ik hem gelijk even doen. Zo. Doe ik die ook los. Dat zeg ik. Daar ga ik niet heel moeilijk over doen. Mooi, alsjeblieft. Fijn. Kijk, zo, alsjeblieft. Mag jij deze aan horen? Als ons aandenken. Dankjewel. Oké, nou dan mag jij deze pakken. Oeh. Ja. Oké, nee. Altijd van je af. Altijd van je af. Dat, en dat heb ik altijd van even mama geleerd. Oh, dat is leuk. Ja. Jammer. Oeh, nou, niet voor ons, maar wel voor en voor hondjes. Ja, die gaan ze lekker vinden. Yummy. Ik weet niet wie daar is. Ik weet totaal niet wie in mijn zwakmaatje is, maar daar kom ik zo wachten. Maar hij is al heel geniaal, dit. Hij is echt geniaal. Oké, hartstikke mooi. Deze is wat makkelijker om... Denk ik dat. Mouw. Weet ik veel, waar aan mouw? Ik weet geen maag aan mouw. Ik heb wel twee mouwen aan mijn shirt zitten. Maar hou het ook mee. Ja, echt hè? Kijk eens. Dankjewel, dat is iets met een truitje of zo. Oké. Nou, maar onze honden en die hebben geen truitjes aan, hoor. Dat scheelt. Aan mijn shirt weer. Met een kerstbal of zo. Dit is wel leuk. Dat er... dingen opstaan. Oké, dat is heel grappig. Oh, zo. Ah, ik schrok even van mezelf. Van mijn eigen haar. Oh, stiekie idee. Zo. Zo. Ja, voor jullie. Dan kun je me kwijt. Ga eens even aan de kant. Zitten. En blijf. Goed zo. Dat is braaf. Zo. En je houdt ook heel veel van een plakband, denk ik zo. Nee, helemaal. Ja, precies. Dat kietelt. En dan nog daar hierna nog twee pakketjes. Deel. Zo, sorry. Dit gaat niet helemaal zoals ik het wil hebben. Oké. Hier stond iets van een. Hartstikke mooi. Een kerstbal. Zo. Sterretje. Dit is kerst. Oh, wat gaaf! Wat is dat? Oh, wauw. Wat is dat? Je kan zelf een kerstbal maken. Wie? Hey, die is leuk. Ja. Diegene die weet wel waar ik van hou op een of andere manier. Nutselen. Oké. Ja, ik heb dingen in moeten vullen, dus ja. Daar is ik al. Het houdt ook van en ook van en van plakband. Hou jij ook van en van plakband? Nee, ben je gewoon een beetje nieuwsgierig? Nee, hè? En weet je wie er vandaag precies hier 3 jaar heeft? Dat ben jij. Ja, vanavond eigenlijk officieel. Dus kom dat er ook even in. Hey. Ja. Ja, normaal hou ik hier niet van. Maar ja, dat is jammer dan.
Zo. Hartstikke mooi. Wil je kijken wat het is? Dan ga ik niet kijken. Zie jij dan wat het is? Wat leuk. Zie jij dan wat het is? Wat leuk, iets voor de hondjes. Oh nee, dit kun je dus weer in een... Moet ik dat zelf gaan breien? Ja, doe het jezelf, dat is niet rooi. Oh mijn kanon, die ken ik dat? Geen idee. Oh jezelf, mijn god. Oh. Oh, wauw. Dat is toch leuk? Wauw. Ja, je hebt het al zo koud, nou dan. Wauw, en dit is ook weer iets met de kerst. Ik vind hem wel mooi gemaakt. Jij? De thema's wat diegene erop heeft? Ja, zeker. En wat denk jij? Is het een man of een vrouw die dit heeft gedaan? Ik denk een vrouw. Ja. Leeftijd ongeveer, kun je dat inschatten? Ja, ze heeft dus ook dat klassieke handschrift, zeg, dat je vroeger op lagere school had. Dus ze moet netjes schrijven. Ja. En semi-blokschrift was dat. Ja. En sommige vrouwen hebben dat nog steeds, als ze dus groot moeten schrijven. Ja. Mijn moeder bijvoorbeeld, die heeft een heel kriebelig handschrift, tenzij ze hoofdletters schrijft en dan blijkt mijn kind. Oké. Okay. Lof, kijk eens wat we hier hebben. Kijk, is dit ook weer mooi? Oh. Ja? Goed. Lik wel even. Oh, lekker een bakje thee. Engels, zo. Engelse thee dan. Engelse thee. Komt helemaal uit Engeland. Chocolade? Rooibos voor vanille. Oké, ze hebben drie smaken. Waar heb je die nou in de hemelsnaam vandaan? Maar ik ga me rotlachen als dit een man zou zijn. Dus ik zal helemaal rotlachen. Ik zal me helemaal kapot lachen. Oké, okay. Ja, het handschrift is vrouwelijk, zeg maar. Ja, maar ja, misschien heeft een man wel een vrouwelijk handschrift. Nee, dat hoeft niet. Maar het kan wel. Ja, natuurlijk kan het wel. Maar de meeste vrouwen... Die ik ken dan. Oké, wat dit? Een bulle. Oh. Maak je Oh, ik mag uit. Dus aan de slag, jongens. Alles lekker zelf doen. Wauw. En alles lekker vloggen. Alles lekker vloggen. Wauw. Dat zullen we hebben. Wauw, oké. Okay. Ben je daar vrolijk van? Weet ik niet, moet kijken. Moet je kijken. Nou, de cadeautjes die zijn uitgepakt, maar nu, dan hebben we ook nog een hele mooie envelop. Droomgeroffel? Ja. Kijk. Ik ga me echt doodlachen. of het is mijn swapmaatje die ik ook had. Maar, nou, dat denk ik haast niet. Het zou wel heel toevallig zijn. Oké. Okay. Spannend. Voor jou. Nou, niet door. Voor mij, maar voor jou. Ik ga inderdaad te snel. Hoi Karen en Roderick. Het beertje heeft hem in de envelop een link naar de... Oké, die heb ik al dus, ja. Sorry. Ik ga even overnieuw. Hoi Karen en Roderick. Het beertje heeft in de envelop een link naar een videoboodschap. Bekijk de video wanneer het pakket hebt uitgepakt. Ik kan hem voor het editen van jullie video ook naar jullie toe mailen. Just let me know. Groetjes. Tamara, wat leuk. Geweldig. En dan heb ik hier een link. Oh, wauw. Nou, ik heb dus een videoboodschap en die ga ik samen met jullie bekijken. Dit is dus Tamara. En ik zou zeggen, luister gezellig mee. Hoi Karen en Roderick, superleuk dat jullie deze keer hebben meegedaan aan de kerstswap. Ik ben Tamara van het kanaal Timothy Talks en ik heb dus het pakketje voor jullie ingepakt. Ik hoop dat de inhoud van het pakketje bevalt. Mm-hmm. Dat alles heel is aangekomen, want ik heb er eventjes mee moeten gooien voor de intro. Maar ik ga ervan uit dat dat goed is gekomen. Ter aanvulling van de inhoud van het pakketje wil ik jullie nog iets aanbieden. Iets wat ik dus niet in het pakketje mee kon sturen, dat is digitaal. Ik wil namelijk heel graag een portret voor jullie maken, een digitaal portret. En die kan je dan bijvoorbeeld even uitprinten en ophangen, maar je kan hem ook gebruiken als profielfoto of voor in je banner op YouTube of zo. Ik heb hier eventjes een voorbeeldje. Oh, wat leuk! Maar daar heb ik natuurlijk wel een foto voor nodig. Oh. Dus als jullie dat leuk zouden vinden, dan zou ik zeggen, stuur me die foto eventjes toe, maak ik een portretje voor jullie en dan krijgen jullie hem digitaal weer van mij terug. Oh, wat leuk! Dan rest mij nog jullie hele fijne feestdagen te wensen en
Zo, nou, Tamara. Zo, ik heb er tranen van in mijn ogen. Mag ook nog een keer gebeuren. Hartstikke bedankt voor je pakketje. En doei!